Goedemorgen, Sabah al-Khair. Vanuit het kloppende economische hart van Casablanca, Maarif, of een van de kloppende economische harten van Casa. Het is vroeg in de ochtend, iedereen beweegt, iedereen rent alle kanten op, iedereen is op zoek naar zijn of haar activiteiten, werk. Iedereen probeert op zijn eigen manier vandaag brood te verdienen. En dat doet je goed als je dat ziet eigenlijk. Dat de mensen gewoon heel actief zijn. De mensen gewoon echt, de economie draait. Dat doet je goed, vroeg in de ochtend. Bijvoorbeeld als ik mijn appartement uitloop, dan zie ik al voor het appartement zitten wat vrouwtjes. En die bedelen niet, maar die zitten te wachten tot iemand komt vanuit de wijk. En die vraagt of ze huishoudelijke hulp of huishoudelijk werk willen doen. Als ze voor een halve dag werken, gaan ze met 200 dirham naar huis. Dat is een goede dagloon. Gemiddelde dagloon hier in Marokko. Maar wat je wel ziet in Marokko en het verandert steeds, is dat je echt afhankelijk bent van twee verdieners ook. Dus we gaan echt de Europese kant op. Je redt het niet meer met één salaris. Dat hoor je ook. Ik heb met politieagenten gesproken, ik heb met docenten gesproken en ik heb natuurlijk familie hier. Ik heb met taxichauffeurs gesproken die de hele dag rondrijden. Die normaal gesproken redelijk goed zouden kunnen verdienen. Taxichauffeur vergis je daar niet in, maar door de hoge brandstofprijzen zie je toch dat, ja, dat is dat moeilijke redden met één salaris. En het is wel een zorgwekkende ontwikkeling in Marokko. Dat je niet dat je niet kunt, dat vroeger, waar je dus vroeger met één loon, met één salaris al goed kon leven, dat wordt steeds moeilijker. Dat wordt steeds moeilijker. En ook de huur van appartement wordt steeds duurder. De wijk waar ik hier zit, Maarif, ik kom niet onder de 1000 euro per maand. En als je naar de buitenwijken gaat, dan zit je ook al rond de 300 euro in de maand, hoor. Dus dan zit je echt in een buitenwijk. Van, ja, noem het gerust de Fox achterstandswijk, dan zit je ook op 300 euro in de maand. De huur is gewoon hartstikke duur. De lonen zijn gemiddeld hier nog geen 400, 500 euro, nog minder. En dan heb ik het over mensen die gediplomeerd zijn. Gediplomeerde mensen die verdienen rond de 500 euro. En als je dan 200-300 euro of 300 euro in de huur moet betalen, ja, dat is gewoon veel. Dus mensen zijn afhankelijk van twee lonen. Ik weet niet hoe de regering hierop mee zal omgaan, maar het is natuurlijk wel een zorgwekkende ontwikkeling wat in Marokko zeker in de gaten moet worden gehouden. Vandaag staan een aantal afsprakenprogramma's. We gaan ervoor. Belangrijke dingen te doen, maatschappelijk, zowel maatschappelijk als commercieel. En toch, inshallah, ik wens jullie een fijne dag. Ciao.